Snoepen, snoepen, snoepen. Dikker, dikker, dik. In Amsterdam staat een school waar elke dag druk geleerd wordt. De school wil een hoog slagingspercentage. Dat is goed voor hun reputatie. Helaas verliest school veel leerlingen. En als dat zo doorgaat, dan zal de school moeten sluiten. Later die dag komen twee onderwijsinspecteurs de school inspecteren. Eens even kijken, dit is de Alexander Roosendaal school. Dit is toch die school waar ze heel goed aan het leren zijn. De inspecteurs vinden dat leerlingen op deze school goed onderwijs krijgen, omdat de leerlingen alleen maar leren. Ze geven de school het cijfer 10 en besluiten een half jaar later pas weer terug te komen voor de volgende inspectie. Ondertussen in de klas. Ik wil ook een pauze houden. We moeten steeds werken, werken, werken. Ik snap wel dat er alleen maar zoveel weinig kinderen zijn. Daarom moeten we alleen maar werken, werken, werken. Ja, alleen maar werken, dat vindt niemand leuk. Maar jongens, wat zouden jullie wel leuk vinden op school om te doen? Dat we op een dag 20 pauzes hebben. Ik zou wel willen buiten spelen, meester. Ik zou maar alleen maar op de tablet willen spelen. Meester, we eten altijd fruit en mogen we niet elke dag snoepen. De meester vindt dat er naar de leerlingen geluisterd moet worden en vindt de ideeën van de leerlingen zo slecht nog niet. Hij besluit om de ideeën voor te dragen bij de directeur. Binnen! Meester Cristiano, fijn dat u het bent. Vertel het eens. Mijn klas heeft hele goede ideeën om onze school beter te maken. Oh, vertel. De meester vertelt over de ideeën van de leerling en de directeur is direct enthousiast. Nou, dat vind ik hele goede ideeën. Al snel komt hij met een plan. Meester, ik weet wat we moeten doen. Hey, leren is niet leuk toch? Nou, dat vinden wij ook. Maar we hebben de allerleukste school van heel Nederland. Bij ons school mag je muziek luisteren wanneer je wilt. Je mag altijd op de tablet. Als je een code hebt, dan krijg je het gewoon. Je mag zoveel snoepen als je wilt. Kom jij ook naar onze school? Ja! Yeah! De reclame die de school heeft gemaakt zorgt ervoor dat er weer veel leerlingen op school zitten. Maar of de inspecteurs daar zo blij mee zijn? Hè? Wat is er gebeurd? Alleen maar dikke kinderen. Kom, we gaan naar binnen. En vraag wat er aan de hand is met de kinderen. Ondertussen in de klas doen de leerlingen wat zij willen doen. Het lijkt erop dat ze er niet echt vrolijk voor worden. Ook de meester is niet echt enthousiast meer over hoe de school nu is en wordt zelf ook lui van. Meester, wat is hier allemaal aan de hand? Dit zijn de ideeën van de leerlingen. Lekker cola drinken op tablets en snoepen. Heerlijk zeg! Maar jongens, hoe zullen jullie leven er dan uitzien? Ik heb eigenlijk geen idee. Dan hoeven we niet te werken. Lekker lui op de bank en televisie kijken. Ja, maar jullie willen toch ook een goede baan? Ik zou het wel willen, maar op school moeten we alleen maar leren. We mogen nooit leuke dingen doen. Nou, weet je wat? Dan praat ik wel met de directeur. De inspecteurs bespreken bij de directeur de problemen die zij zien. Omdat ze zien dat het niet goed gaat, besluit de school samen de leerlingen het oude leren weer op te pakken. Maar wel met wat soepelere regels. Zodat ze ook gewoon pauze hebben en ruimte is voor leuke dingen. Want de leerlingen hebben ook recht op spelen. En de inspecteurs die zien dat dit nu nog een veel betere school is, waar niet alleen geleerd wordt, maar ook echt naar de leerlingen wordt geluisterd. En niet onbelangrijk waar de leerlingen plezier hebben. De school krijgt een 10+.